Tientallen gewonde Oekraïense soldaten bij Russische aanval. Dit en meer in deze video. Ik ben Patrick. Het is week 88 van de oorlog. Laten we beginnen. Bij een Russische aanval op een Oekraïense militaire basis zijn tot op heden 53 gewonden Oekraïense soldaten gevallen. Naast de 53 gewonden zijn er ook 28 doden te betreuren. Op Russische beelden is te zien hoe een Iskander raket het kwartier van de 128e brigade raakt. Hier was op dit moment een medaillesceremonie gaande, waarbij ook veel officieren en onderofficieren aanwezig waren. Nou, het is in tijden van oorlog natuurlijk op zijn minst bedenkelijk te noemen om voor een, naar mijn idee, vrij onnodige reden zoveel personeel op één plek te verzamelen. Het Oekraïnse ministerie van Defensie heeft daarom ook een onderzoek aangekondigd naar deze ceremonie en ook de aanval. En er is drie dagen van rouw aangekondigd. Duitsland heeft. Een militair pakket samengesteld met hierin het volgende 12 panzer infanterievoertuigen, 2 TRML-4D-radars, verkenningsdrones, 5 onbemande vaartuigen, 12 MAN-TGS-vrachtwagens, 4 8x8-trekkers en 4 trailers, 32 ZCOM-satellite-terminals, ook ons mooie landje zou opnieuw assistentie geven. Van de 500 miljoen euro aangekondigd aan steun zal 260 miljoen gebruikt worden voor artilleriegranaten en 240 miljoen aan tankmunitie. Ook Amerika heeft wederom een nieuw pakket samengesteld te waarde van 425 miljoen dollar. Hier zit onder andere het volgende in. Ammunitie voor NASAMS en HIMARS, artilleriegranaten van 105 mm en 155 mm, TOW raketten, Javelin en AT4 anti antitanksystemen, meer dan 3 miljoen aan granaten en kogels, explosieven voor het ruimen van obstakels, M18A1 Claymore anti-infanterie ammunitie, hele mond vol. 12 wagens voor het transporteren van zware apparatuur, eh, winterapparatuur en extra lasergestuurde ammunitie voor het weren van drones. En ook in dit pakket zit wederom wat reserveonderdelen en andere onderhoudspullen. En Rusland heeft ook een wapenleving ontvangen. Rusland heeft namelijk 1 miljoen aan artilleriegranaten ontvangen van Noord-Korea. Via mijn Patreon kan je beelden zien welke ik niet in mijn video's kan tonen. Ook post ik hier nieuws welke de video's niet haalt. Nou, voor slechts 5 euro per maand krijg je toegang tot ongecensureerde beelden. Via deze manier kan je mijn werk supporten. Link is te vinden in de omschrijving. Dan alweer de situatie aan de frontlinies. Nou, misschien had u het al gelezen, maar Oekraïne heeft verklaard dat de oorlog momenteel in een standstill zit. Dat wil zeggen dat beide partijen niks winnen en verliezen. Rusland is het hier overigens niet mee eens. Nou, als we naar de Deep State map kijken, en de link is te vinden in de omschrijving, moeten we toch concluderen dat de visie van Rusland hier toch de juiste is. We werken van links naar rechts, waarbij we beginnen bij het front. Hier zien we dat Oekraïnse troepen een minimaal stukje land hebben veroverd ten westen van de Robertine. Een bomenrij en wat open land om precies te zijn. En deze stukken land zullen de komende tijd lastiger zijn om te veroveren en te verdedigen, gezien het weer een grotere rol gaat spelen. Op deze video is de situatie te zien aan een onbekend stuk frontlinie. En deze is ja, allesbehalve ideaal. en Dit geldt uiteraard overigens voor beide partijen. Een stukje verder richting Oeruzijne zien we dat de Russische troepen een bomenrij hebben veroverd bij een stuk frontlinie welke al enige tijd relatief rustig was. Dit stuk frontlinie is een gedeelte van het zomeroffensief van Oekraïne, dus is het uh, ja, interessant om te zien wat het strijdplan van de Russen hier precies zal zijn. Dan gaan we naar Avdiivka, hier is een kleine verandering te melden boven Krasnohorivka en voor de rest is er eigenlijk geen progressie geboekt de bizarre hoeveelheid aan beelden... welke gedeeld is door de Oekraïnse troepen... laten een, ja, gewoon een regelrecht slagveld zien. Er wordt op dit moment gespeculeerd... dat Rusland een kleine adempauze heeft ingelast. En later deze maand... Wederom weer met de Tweede Wereldoorlog-tactieken... Afdivka gaat proberen te veroveren. En dan als laatste... de Luhansk-regio. Hier zien we dat onder... Persno-Trafneve... als ik het goed uitspreek... excuus als het niet zo is... Er een aanzienlijke poes geweest van de Russische strijdkrachten. Nu wordt het stuk frontlinie relatief gezien minder bemand dan de andere stukken frontlinies. Dus het is even afwachten wat voor waarde we hieraan moeten hechten. En dit is overigens ook goed te zien als we uitzoomen. Hierin is Louhans nog duidelijk zichtbaar, terwijl bijvoorbeeld Baghmut of Avdivka eigenlijk niet eens meer zichtbaar is door alle ingezette bataljons. En dan heb ik overigens nog een grafiekje gevonden op het kanaal van WarMapper op X, oftewel het oude Twitter. Ik zal een linkje achterlaten in de omschrijving. Uh, hierin is te zien wat er gewonnen wordt door beide partijen. En ik zal hem even uitleggen zodat je precies weet waar je naar kijkt. Helemaal links is de eerste invasie van Rusland in februari 2022. Vervolgens zien we het Luhansk- en Gerson-offensief van Oekraïne, welke toch wel zeer succesvol waren. Dan hebben we begin dit jaar het Russische offensief rondom Soledar en Bakhmut, gevolgd door het zomeroffensief van Oekraïne. Nou, dit laatste offensief valt percentueel gezien toch wel een beetje tegen als je het vergelijkt met de andere offensieven. Uh, het is echter overigens uiteraard wel heel makkelijk om dit allemaal vanuit onze luxe bureaustoelen te oordelen, want voor iedere meter wordt gewoon met zweet en bloed gevochten. En dan als laatste gaan we alweer naar de statistieken. Links de cijfers van vorige week, rechts die bijgewerkt tot en met vandaag. Nou, zoals gebruikelijk heeft Oekraïne zelf ook verliezen. Deze worden echt niet publiekelijk geopenbaard, zolang de oorlog nog gaande is. Nou, dit was het dan voor deze week. Mocht je nog een Telegram-account hebben, dan zijn deze drie accounts toch wel het volgende waard. Ze zijn wel Engelstalig, maar gelukkig hebben we Google Translate. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.